Tamam, değişiyor mu? Ja, eigenlijk het stuur mee is, man. We waren net aan het verzinnen hoe het eigenlijk zou heten, maar dit ding, dat ligt in ieder geval achter in de tank. Dan gaan de stangen naartoe van de stuurhendel. En dit ding bedient dan vervolgens de rembanden aan weerszijden. Er zitten er twee aan elke kant. En ook de stuurkoppeling bedient hij. En dan maak je eigenlijk daarvan combinaties van één rem vast en de andere los, of twee remmen vast. Dat kunnen we nog mooi uitleggen op het moment dat alles weer werkt en ingebouwd zit. Je bent weg en er gebeurt gewoon nog net zoveel. Nou, dat zou ik niet zeggen. We hebben hier net met z'n tweeën hele dingen aan elkaar gedaan. Nou, ja. Een beetje oppoetsen. Nee, het is een beetje poetsen en dan kunnen we hem weer in elkaar. Zo! Ja, sterk! Zo goed deed hij het niet hoor, toen hij die nieuw was. Valt dus geen gashendel. Dit ding zit achter in de tank. Er komen vanaf voor komen er twee stangen van de stuurhendels voor links en rechts te sturen. En er komt ook nog een stang van de voetrem hier naartoe. En wat dit ding eigenlijk doet, die bedient vervolgens aan weerskanten twee rembanden. Dus per kant zitten er twee rembanden. En nog een koppeling aan allebei de kanten. Op het moment dat jij de voetrem intrapt, ja, dan trekt die twee rembanden aan die eigenlijk op de uitgaande as zitten. Dus dan remt die gewoon af, eigenlijk zelfs bij een auto. Ja, en hoe werkt dat dan? Dan kan je hier iets zien. Kijk, hier zit een plaat, die gaat draaien, hè? Die draait hier op die as. Hier zitten die rollen, die lopen over die plaat. Kijk, en dan, hop. En dan gaat die weer omhoog. Dus deze, die zit, wat hij eigenlijk doet, op het moment dat hij hem duwt, dan duwt hij de rem erop. Kijk, dus nou is de rem eraf. Duwt hij hem zo, hop, dan gaat de rem erop. Draait hij hem verder, dan gaat hij er weer af. Dan heb je verder hier zo dit dingetje wat hier zit. Dat is dus voor de koppeling. Kijk, en die loopt ook met een rolletje hieronder. Op dezelfde plaat ook. Kijk, en die wordt ook bediend, hè? Zie je dat? Ja, en wat er dan gebeurt, die voetrem. Dat doet hij met deze hier zo. Ja, die neemt hij hier met dit ding neemt hij mee. Dus die kun je eigenlijk op het moment dat jij de hendels helemaal naar achteren toe trekt, dan blokkeert hij dus echt de rupsen. Dus dan trekt hij echt de rem erop, dan ontkoppelt hij hem eigenlijk van de versnellingsbak en dan trekt hij de rem erop, dan blokkeert hij de rups. En dat doet hij eigenlijk met dit geval wat hier zit. Kijk, en als je dan op de voetrem trapt, zeg maar, dan kan je hem hier ook mee bedienen. Deze. Kan wel eens gebeuren natuurlijk. Maar het werkt nu dan. Ga maar zitten hoor. Laten we even proberen hoor. Zal ik zitten? Trek maar. Ja, bam. Ja, doet het ook. Ja. Zorgen dat we vandaag die grondverf bestellen, want dan kunnen we die rembanden spuiten. Ja, dan kunnen ze erom. En dat zijn de rembanden. Voor alle mensen die heel bang zijn voor asbest. Dit is
bijna 100% zeker met asbest erin, deze units, die blokken. Ja, dan moeten we... Dat is remvoering uit de jaren 80, daar zit asbest in. Ja. Dit hebben ze al kapot geslepen, hè? Zie je dat hier. Wat hebben ze gedaan om die tank te kunnen verplaatsen natuurlijk, omdat ze dachten dat die remmen vast zaten misschien. Wat waarschijnlijk helemaal niet was. Dat je nergens anders hoort. Schuiken. Wat vertikken, wat een spraakmakend onderwerp, hè? De asbestremvoeringen. Dat heeft wel wat stof doen opwaaien. Wat asbeststof. Asbest is natuurlijk helemaal niet goed voor je. Maar dat is wel een beetje een heksenjacht. Als je gewoon asbest hebt, net als in golfplaten, gewoon gebonden asbest, dat is in feite is dat niet direct gevaarlijk. Je hebt dan geen losse vezeltjes. Dat is pas als je het echt gaat, als je het stuk gaat zagen of je gaat het breken, of je gaat op een gegeven moment die platen van elkaar afschuiven en daartussen kan wel van stof liggen. Nou, als je dat inademt, dat is dus wel gevaarlijk. En dan komt omdat asbestvezeltjes, die zijn eigenlijk van die kleine speldjes, moet je het zien. Die kunnen niet in je longen fatsoenlijk worden afgebroken. Juist die geometrie beginnen daar eigenlijk cellen te woekeren en krijg je dus kanker van als je het inademt. Kijk, als je gaat remmen, die voeringen die slijten, krijg je dus inderdaad stof met asbest erin. En dat is, dat is natuurlijk niet zo goed als je erin ademt. Die zitten achter in de tank. Daar zit constant ventilatie overheen. Dus sowieso krijg je daar al geen stofophoping. Dus dat waait er gewoon, een beetje stof wat je krijgt, waait er gewoon uit. Ja, dat is helemaal niks geks, want er zijn heel veel oude machines, is dat gewoon zo. Als je gewoon kijkt hoeveel machines dat overal rondrijden. De remband is eruit, denk ik. Wat doe je nou heel tijd moeilijk, joh? Ik pak hem er zo uit. Ja. Dit ziet er goed uit hoor. Deze is gesloopt. Alleen deze nog even. Oh, nou, pak de geel-zwarte linten maar. Ja, of misschien toch niet. Ik heb in het heetst van de strijd in de remband geslepen. Ai, kijk daar. Het is helemaal geen asbest. Het is een soort van messing of zo. Het is een staal. Nou, dus alle ophef om niks. Het is helemaal geen asbest. Rembanden zijn allemaal los, maar nu er zitten zeg maar per remband zitten er 3 schroefdraadjes aan. Maar kijk hier met zo'n oogje. En er zitten trekveertjes aan. Dat is natuurlijk op het moment dat die remband loskomt van de trommel, dat die opzij getrokken wordt, dat die niet tegenaan blijft rusten. Dingen kan je allemaal stellen. Er zitten moeren op ook hier. Dus kan je dat draadeindje erin en eruit draaien. Als alles tenminste niet is vastgeroest. Het werkt.
Dan werkt het ook. Dan werkt het ook. Nou, het werkt. Ja, nou weten we precies hoe het werkt, hè. De besturing van onze type 69 tank, ofwel T54, T55. Allemaal één pot nat, om het zo maar te zeggen. We hebben voorin zitten twee stuurhendels. En dan komen stangen van voor naar achter. Er zit nog een bekrachtigingsunit op. Die zit daar zo. Die wordt aangedreven met de hydrauliekpomp die hier achter op de versnellingsbak zit. Die zorgt dat het allemaal soepel stuurt. Want we moeten nou veel kracht zetten om de hendels te bedienen. Als je de hendel bedient, dan gaan deze stangen gaan bewegen. Hier zitten twee stangen. Dat is één voor links en één voor rechts. En die stangen die zitten aan het mechanisme wat hier op de grond ligt. Je ziet het, dat mechanisme dat bedient vervolgens hier twee rembanden. En hieronder nog een koppeling. Wat er dus gebeurt, op het moment dat jij vooruit rijdt, zeg maar. Dus de stuurhendel is helemaal in de voorste positie. Dan is deze koppeling eigenlijk, er zit een lamellenkoppeling en een vertraging zit erin. Dat is eigenlijk één geheel, dus het is eigenlijk gewoon een doorlopende as. Dus hier gaat de uitgaande as van de versnellingsbak. Dat is gewoon één starre as, die drijft gewoon allebei deze dingen constant aan. Als jij aan het rijden bent, staat in versnelling en je hebt de voetkoppeling los. Dus deze die gaan draaien. Kijk. Je ziet het, hij draait nou gewoon los in de rembanden. En je ziet ook dat deze twee, kijk als je hier binnenin kijkt, hier zit nog een, zijn twee trommels eigenlijk. Die draaien allebei los. Nou, dit gaat in de eindvertraging en dat drijft de rupsband aan. Nou, op het moment dat je dan de eerste tand, als jij hem één tandje naar achter kan trekken. Zo. Nou gaan we dus sturen, nou gaan we naar links sturen. En wat er nu gebeurt, is dat de vertraging die hier binnen in die trommel zit, die wordt nou in werking gesteld. Kijk, als ik hem nou laat draaien, zul je zien, deze remband is nog steeds los. En deze remband is nu aangetrokken. Dus wat er nou gebeurt, is dat het planetair stelsel wat er binnenin zit, het tandwielstelsel, dat is nu geactiveerd. Dus nu vertraagt hij hem. Dus wat er nou gebeurt, deze rupsband die gaat nu langzamer draaien. Dus dan gaat de tank eigenlijk een bocht maken naar links. Nou, als je hem dan nog één stand verder naar achter trekt, de hendel. Kijk, als je hem dan nog eentje erop trekt. Kijk, wat er nu gebeurt. Let op. Ik zal eerst gaan draaien. Je ziet het. Deze remband die zit nu vast. Deze is los. En wat er nou gebeurt is dat eigenlijk dat planetair stelsel, ja, die kan eigenlijk zijn werk nou niet meer doen als het ware. De planeten dragen, dat is eigenlijk waar de tandwieltjes op zitten, de planeetwieltjes. Die gaan nou ronddraaien. Kijk, dus hij heeft nou eigenlijk geen aandrijving meer. Je ziet dat deze trommel gaat nu andersom draaien. En nu staat die rupswand dus stil, dus nou zou die tank dus echt schranken. Schranken, hè. Ik weet niet, aan deze kant kunnen we het nog mooi laten zien met die koppeling, hè? Kijk. Ja, dat is dus die werking van die koppeling die er binnenin zit. Dus die is nou is die, ontkoppeld, maar als je nou de hendel in mijn voren doet weer, dan zit hij weer vast. Dan is het weer één geheel. Hier, hop. Hier, nou is het weer één geheel. Het is nog niet helemaal perfect. We moeten hem hier nog wat beter afstellen. Ja, wat kun je allemaal stellen? We hebben hier natuurlijk de spanning van de rembanden zelf. Hè? Dus kun je slijtage mee opvangen. Maar ja, je ziet het. Al die stangen die overal zitten, die kun je ook allemaal afzonderlijk nog afstellen. En dat systeem dat moet natuurlijk wel goed samenwerken, om het zo maar te zeggen. Omdat er best veel dingen tegelijk moeten gebeuren. En dat moet allemaal op elkaar werken. Maar dit ziet eruit dat dit wel goed werkt nu. Het belangrijkste is dat het werkt. Potverdikke, toch afgerond weer al, hè? Hey mensen, ik zou zeggen hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Als je nou niks wil missen van dit project, check dan ook even ons andere kanaal, de Werkplaatsvlog, want daar posten wij dagelijks video's over dit project, die veel uitgebreider zijn nog. Helaas hebben we dan niet altijd gelijk ondertitels, dat doen onze kijkers.
Ja, dat is super top werk dat die dat doen voor ons. Hartstikke bedankt. En jullie allemaal bedankt voor het kijken. En tot de volgende.